In Taiwan zijn zeker 6 mensen om het leven gekomen bij de doortocht van een tyfoon. De storm met windsnelheden tot 230 km per uur kwam vanochtend aan land bij de oostelijke kust van Taiwan. Hij raast nu over het eiland in de richting van het Chinese vasteland. De hevige windstoten van tyfoon Saudelor hebben al veel materiële schade aangericht en er zijn ook slachtoffers gevallen. 6 mensen kwamen om, 4 zijn nog vermist. Er zijn ook zeker 100 gewonden. Zowat 3 miljoen gezinnen zitten zonder elektriciteit. In de stad moeten bomen en reclameborden eraan geloven, ook auto's spoelen gewoon weg. Daarbuiten zijn er aardverschuivingen en raken vooral mensen in auto's in moeilijkheden. De tyfoon trekt nu naar het Chinese vasteland. Daar zijn al 160.000 mensen geëvacueerd. Toch blijft ook op Taiwan het weer nog erg gevaarlijk.